vond het ontzettend mooi. Ik vond het natuurlijk ook wel een beetje dat je dacht, oh, als het maar goed gaat met de mooie schoenen die ontworpen zijn. En de mannen hebben de dames goed begeleid over de catwalk. Maar het is heel kunstig. Ik vind het echt, ik snap heel goed waarom ze in een museum hangt. Ik ben vanaf dag 1 een hele grote fan en bewonderaar van Winde haar werk. Ik heb het vanaf het begin gedragen toen ze nog net afgestudeerd was in Utrecht. Toen haalde ik kleding bij haar in Utrecht op. En ik voel me nog steeds even vereerd dat ik steeds mooiere en steeds professionelere dingen van haar mag dragen. Ik heb net uit handen van haar moeder een fantastische gelezerde haarspeld gekregen. Toen ik hem zag dacht ik, dat doet een beetje Russisch aan. En toen ik de gedichten hoorde, toen kreeg ik kippenvel. Want zij heeft de mooiste liefdesgedichten uitgekozen van Alexander Pushkin, Anna Akhmatova en Alexander Blok. En die werden natuurlijk later vertaald, maar nu ik het erover heb, krijg ik nog steeds kippenvel. Nou, er was één stuk wat ik heel, ik vond meerdere stuks trouwens heel mooi hoor, maar er was één stuk een catsuit met een soort wit wat overging in lichtroze. En dat vind ik heel draagbaar, dat zou ik zo zelf aan kunnen doen. Ja. Ik ben ook een hele grote schoenenfanaat. Ik draag schoenen van binnen ook. En toen ik deze zag, ja, de tranen van blijdschap en geluk in je ogen. Zonder te overdrijven. Ik heb echt groot respect en bewondering voor wat zij doet.